Mystiek, dat is wat jij zoekt? Nee. Oh, sorry. Nee. Maar ik snap wel dat mensen dat zoeken, ja zeker. Ik zoek het wel, min of minder. Het mystische, het raadsel, ja, tuurlijk. Wel tuurlijk. Oh. Maar ik ben meer geïnteresseerd waarom. Kijk, ik herken bijvoorbeeld. Nou, het is allemaal zo veel groter dan ik het ooit zou willen. Maar ik begrijp het verlangen naar mystiek. Ik begrijp het dat er is, maar wat mij interesseert, waarom het er is. Guardate gli uccelli del cielo. Che non seminano, né mietono, né radunano in granai. Eppure il Padre vostro celeste non li nutre. E forse non valete voi più di loro. E poi, chi di voi, per quanto si affanni, può prolungare di un solo attimo la propria vita? E waarom mensen dat belangrijk vinden? Dat interesseert mij. Dat is wat mij boeit. Snap je niet? Het gaat. Mij boeit wat religie is, maar mij boeit. Met name waarom, dus ik snap dat verlangen, nee ik snap het verlangen, kan ik meevoelen, maar mij interesseert met name waarom dat verlangen er is. Entrate per la porta stretta, perché larga la porta e spaziosa la strada che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto è stretta la porta e angusta la strada che conduce alla vita. E pochi quelli che la trovano. En hoe dat in de cultuur zit. En waar je dat terugvindt. Ja, dat is allemaal groter dan het bloed is van Buk, hè? Nee. The airplane. The Führer is arriving. Boudet transmitted to Hermann Göring his enthusiasm for this new means of air attack. Thus was created the Junker 87, better known as... Come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. Guardatevi dagli uomini perché... Wat ze doen ze alleen om op te vallen. Ze willen alleen maar toegevoegd worden. Ik ga naar de stad. Misschien ga ik wel dood.
jezelf maar. Het is bijna Pasen. Concertgebouw de Matthäus deed, wilde ik de Johannes doen. En als het volgend jaar het concertgebouw de Johannes deed, wilde ik de Matthäus doen. Dat is er maar één keer van gekomen. En toen ging ik uit het paradies weg. Toen heb ik de Johannes gedaan, de Johannespassion. En daarna kwam dus iemand aan met een idee voor de Amazing Matthäus. Toen dacht ik van, nou, dat is een goed plan. En die heb ik toen gedaan in de, in de Mozes en Aaronkerk. Toen heb ik nog de Dance Matthäus gedaan, met dus onder andere Gerald van de Kaap. En toen ben ik ook wel, en ook een aardige, hele aardige discjockey, hoe heet die nou ook weer? Nou, kan ik even niet op zijn naam komen, die ook nog goed met nachtburgemeester van Amsterdam was. Leuke jongen. Nou, goed, en toen wilde ik de zaak afsluiten hier met de Orgel Matthäus. En toen dacht ik, ik ga dus de hele tijd dan de pomp bedienen van het orgel, hè? 3 uur, en een ander speelt de hele Matthäus Passion op orgel. En dat is me nooit gelukt. Ik krijg niemand zover om dat te doen. Mensen zeggen het is onmogelijk, de Matthäus. Kan ik me ook wel iets op voorstellen, maar het lijkt me zo fantastisch. Dat hier dus gewoon een klein traporgel staat, en ik doe de hele tijd, hè, om de lucht te pompen, en de ander speelt gewoon de hele Matthäus Passion. Nou ja, dat was het idee. Nou, dat is wel een mooi verhaal. Het ene was was kanaal links, het andere was kanaal rechts. En dat weet ik ook nog heel goed. En dan hadden we dus de radio geleend van de bovenburen. En dan hadden we de stereo de Matthäus Passion. En volgens mij was dat niet op zondag, maar op de donderdagavond, op Witte Donderdag, geloof ik. Nou ja, dan moet je natuurlijk helemaal stil zijn in huis en dat was ook wel een groot moment. Hè? Ja. Ben jij een stereoman of een... Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik ben op een goed moment toen weer de Matthäus, begin jaren 80, de Matthäus Passion gaan afluisteren. Toen had ik een, ook mooi, ik had een Revox, had ik van de band overgehouden. Het enige wat ik van de band heb overgehouden, een Revox. En ik had een heel klein radiootje, een Sony radiootje, mono, en toen heb ik die Matthäus persoon, die heb ik, dat radiootje heb ik aangesloten op dat hele kleine radiootje, zo klein, het kleinste radiootje wat toen beschikbaar was, en die heb ik aangesloten op die enorme Revox, met een snoertje, mono, en toen heb ik dus de hele Matthäus persoon opgenomen, maar dat radiootje, dat was niet altijd even dingen. Dus je hoort voortdurend krik, krak, of niet voortdurend, maar zo af en toe. En die Matthäus persoon heb ik, dus op van die Revox heb ik elk jaar vanaf 2 weken voor Pasen, draaide ik de Matthäus persoon en dan achter elkaar door. Dus, en als op mijn eigen kamer.
En als ik dan nog voor mijn vrouw zeg, het eten is klaar, dan zet ik het gewoon al uit. Op het, en dan als ik daarna weer naar mijn kamer ging, zet ik die op hetzelfde punt aan. En achter elkaar door. Dus ik denk dat ik hem per jaar een keer of zes hoorde. Zoiets al, zeker. En toen op een goed moment ging mijn Revox kapot. En heb ik jaren niet meer naar de Matthäus-persoon geluisterd. Omdat ik alleen die versie vond ik mooi. Met de kraak. Met de kraak, ja. Want je dacht dat erbij hoorde. Ja. Het is niet zo dat hij de hele tijd kraakte, maar zo af en toe hoorde. Ja. Of ga je niet in de uitzending. Ja. Nou zo, ja. La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe, affinché invii nuovi operai alla sua raccolta. Kwam mijn broer met een cd aan van de Matthäus Passion, maar die cd klonk niet. En toen, dus ik heb, dat was een digitale opname waarschijnlijk, ja, een digitale opname, ook van Harnon Coeur, allebei van Harnon Coeur, van vroeger. Maar dat geluid, ik kreeg niet meer het geluid terug wat ik me herinnerde van die band. Dus toen heb ik eigenlijk nog maar zelden de Matthäus Passion gehoord. Ja, zo ging dat, ja. Ja, en ik heb nog steeds niet de oplossing, want ik dacht, ja, nou, hoe kom ik nou in godsnaam terug in datzelfde geluid wat ik zo mooi vond vroeger. Hè? Ik zie geen oplossing en toen heb ik ook bedacht, naar aanleiding hiervan, dat de digitale opnames gewoon eigenlijk iets missen, een soort dynamiek missen. En toen heb ik hier gedaan een kleine manifestatie voor analoge fotografie, analoge geluid, film. Daar komen we. Ja. Ken jij het verschijnsel MIDI? Hoe? MIDI? Nee. Want je kunt natuurlijk ook je voorstellen dat je de muziek van Bach op MIDI zet, zodat een MIDI-orgeltje, dat is gewoon een computer-orgeltje, voor jou die hele Matthäus gaat spelen en dat jij dan zonder een echte organist toch die hele Matthäus op orgel in je zaak kunt krijgen. Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Filippo. Want had ik een bepaald geluid in mijn hoofd. En dat geluid heb ik nooit kunnen terugvinden op een Matthäus digitaal opgenomen Matthäus. En toen dacht ik op een goed moment, dacht ik van dat digitale, dat mist iets. He, want die band was natuurlijk analoog. Dat kleine radiootje was ook analoog en dat sloot dan op elkaar aan. En naar aanleiding daarvan dacht ik op een goed moment van dat digitale, dat mist iets, dat doet geen recht aan een bepaald geluid. En toen heb ik hier een manifestatie gedaan voor de analoge fotografie, de analoge radio, de analoge, alles wat analoog kon. Vertel eens meer daarover. Hè? Vertel eens meer daarover. Nou, het dingetje deed, hoe heet die? Roger Kremers deed mee en die had het over de analoge fotografie. En Lezingen waren het? Lezingen? Lezingen met toelichting natuurlijk. Oh, ja. En Jan Vollaar deed met zo'n klein pick-upje, had hij meegenomen. En daar, weet je wel, van zo'n pick-upje wat je wel in je jeugd hadden, soms vriendjes hadden die. Een pick-upje en dat was een doosje en dat deed je open en er zat er een pick-upje in en dan draaide je zo'n plaatje. En dan, dat deed Jan Vollaert. En met name I Want You van Bob Dylan. Hè? En een geweldig, prachtig lied. En dat, ja, met die kraker bij. En met de, ja, dat krijg je natuurlijk nooit meer terug. Alles moet perfect. En je verliest. Nou, en dat is misschien toch wel. Alles moet perfect. En het raar is dat je het gevoel hebt dat je wat verliest. Als je het perfect... Waarom heb ik dat gevoel niet eigenlijk? Ik begrijp wat je zegt. Maar waarom heb ik dat gevoel niet? Jij hebt het gevoel niet. Nee, ik bedoel, ik begrijp wat je zegt, maar ik zou er niet een twee minuten een gedachte aan verbeiden.
Je hebt natuurlijk het verlangen naar de geluiden van vroeger bijvoorbeeld, hè? Dat ken ik heel goed, ja. Hoe je dingen hebt leren kennen en dat soort dingen. Maar je kan ook zeggen van, er zit ook een dynamiek in geluid. En het lijkt wel alsof het digitale die dynamiek eruit haalt. En dus dat het digitale... Dat is zo, ja. Lijkt dus, het is een beetje een natuurlijk ook wel vinger in de lucht, maar het digitale lijkt het perfecte na te streven, nastreven, terwijl je eigenlijk een gevoel hebt dat je wat mist. Ja, maar daar gaat het om. Wat mis jij? Jij mist iets wat uitgebreider is dan alleen dat geluid natuurlijk. Een mystiek. De hele leven van vroeger, dat mis je natuurlijk. Ja, misschien moet je wel dat streven naar perfectie niet zo waarderen. Misschien moet je dat wel niet doen. Moet je veel meer scharrelen. Scharrelen? Ja. Dat is een goed woord. Weet je, het is net alsof, hetzelfde met een perfect uitgevoerd lied. Is zelden mooi. Ja. Ergens moet het wrikken. Mijn idee van avant-garde is precies hetzelfde als dat van jou. Zonder dat ik die nostalgie te veel wil benadrukken. Ik bedoel, ik doe eigenlijk precies hetzelfde als jij. Oude troep. Remasteren of gewoon avant-garde met dingen die helemaal niet kloppen of die helemaal niet perfect zijn, toepassen alsof het wel perfect zijn. Maar ik heb wel het verlangen naar een toekomst, terwijl jij... Nou, een verlangen naar? Een toekomst. Dat het nogal heftiger wordt, terwijl jij toch nu toont een verlangen naar het verleden belangrijk te vinden. Nou, nee, dat is zeker waar, dat verlangen naar het verleden, dat doe je en dat is je herinnering. En nee, maar er is ook een soort iets van, vaak, bedoel, er zit een soort schoonheid in onschuld of schoonheid in onkunde. En als iemand bijvoorbeeld een lied speelt wat je kent, en dan probeert hij dat perfect te doen. En dan denk je van, dat hoeft dus niet. Maar als iemand een lied speelt en vraagt van, hoe is het schema? En hij zingt dan een stuk van dat lied met dat voor het eerst gespeelde schema. Dat heeft een soort imperfectie, denk ik. En die brengt het lied dichterbij. Ik weet niet of perfectie eigenlijk... Ja, ik zit het ook nu te verzinnen trouwens hoor. Perfectie eigenlijk wel, of je dat moet nastreven. Zoek jij dan eigenlijk, Huip? Ja, het imperfecte. Ik weet niet wat ik zoek. Maar, God? Maar ik heb wel bij dat imperfecte meteen het gevoel van het bestaan, wat niet, je eigen bestaan, wat niet eigenlijk uiteindelijk niet beheersbaar is. Hè? En je kan het uiteindelijk niet, je krijgt het nooit helemaal in je vingers. En dat is wel iets waar ik van denk dat op dat moment het religieuze binnentreedt. Ah, toch en, God. Ja, dus ik ben niet gelovig of zo, dat is helemaal het punt niet. Maar daar gaat het me niet om. Maar wel over de ruimte die het religieuze, maar misschien ook in mindere mate misschien kunst, maar dat weet ik niet. Ik denk eigenlijk in mindere mate, maar de ruimte die het religieuze kan geven aan datgene wat je voelt, dat voorbij het imperfecte van je bestaan gaat, hè, dat maakt het natuurlijk religie zo interessant en kortzichtig van mensen dat ze dat niet willen zien en daar niet over willen denken. Wie zijn die mensen? Ja, dat is denk ik de seculiere cultuur. De seculiere cultuur vind ik die beperkt. Hè? En tenminste, dat denk ik. Ja. En je moet natuurlijk de zaak goed organiseren. Hè? Dat is allemaal duidelijk. Maar er gaat iets aan vervolgen. Er is iets voorbij dat punt. En dat interesseert mij. En dat interesseert mij omdat ik denk dat het heel belangrijk is. En een enorme kracht is. Die, als je die niet kent, onbeheersbaar wordt. Dus je moet hem kennen. Je moet weten dat die kracht er is.
En dat is een beetje... Ja, goed, ik bedoel, ik zaterdagmiddag gedachten, maar ik bedoel, iets in die richting, ja. Dat geloof ik, dat denk ik wel, dat, ja. En jouw boekhandel laat dat ook zien? Nou ja, ja. Ik wil niet zeggen dat de mensen ook kijken, maar de boekhandel is er wel een beetje om begonnen, ja. Nou, hij is begonnen om twee onderwerpen die ik vind dat onderbelicht zijn in de cultuur in ieder geval van Amsterdam. En dat is oorlog en dat is religie. Daar willen mensen niet goed over nadenken. Terwijl het enorme krachten zijn die enorm belangrijk zijn. En daarom zijn we eigenlijk deze, of althans dat was mijn motivatie om die boekwinkel te beginnen. Dat ik denk van nou, dan ga ik het de mensen leren. Maar ze letten niet goed op, Paul. Dus het is een beetje... Maar dat was wel waarom ik dacht van nou, dat lijkt me mooi om dat nou juist te doen. Eigenlijk is een priesterlijke taak voor de kerken die gesloten worden, probeer jij hier in de boekhandel niet priesterlijk gestand te doen? Nee, meer nee, het is niet priesterlijk. Ik zie het niet priesterlijk. Het is meer als dat je zegt van jongens, we vergeten iets, een gebied waarover gedacht is en waarover je moet denken. En dat is een gebied wat enorme invloed heeft. Hmm. En bovendien is het gebied in welke traditie onze cultuur ontstaan is. Ik maak nu echt een vreselijke opmerking. Maar de moderne wereld, die leest geen boeken meer. Bijvoorbeeld zo'n boek als je de Stad van God van Augustinus. Nou, dat heb ik al heel lang geleden gelezen. Maar ja, dat lees je echt niet in een week uit hoor. Zo werkt dat niet. Dus je doet daar veel langer over. Als je een gemiddelde roman... Of zeker een moderne roman, die lees je voor mij in een avond. Wat heb jij van Augustinus geleerd? De belijdenissen. Geleerd, sorry. Geleerd. Geloof, heel interessant. Oh, ja. Ja, Augustinus kent die twijfels? Kent Augustinus twijfels over zijn geloof? Of? Ja. Vind ik wel. Ja, maar, nou, op goed moment geen twijfels meer over dat hij gelovig is of dat hij in God gelooft, daar heeft hij geen twijfels over. Maar wat het behelst en wat het en hoe je dat moet doen, daar heeft hij juist, ja, daar is hij zijn hele, of ja, voor wat ik ervan weet, zijn hele leven mee bezig. Maar goed, als je het leest, het is net als de Bijbel, hè? Ja. Als je dat leest, dan, ik weet dat ik toen de Bijbel een keer helemaal achter elkaar gelezen heb, dat ik overal Rousseau nennt seine Autobiografie Confession. Ja. Und dabei denkt er natürlich an den letzten ganz großen Verfasser von Bekenntnissen. Augustinus. Über einen Sprung von 1400 Jahren hinweg misst er sich auf Augenhöhe sozusagen mit einem anderen, der das Problem ganz anders angegangen hatte. Also wahrscheinlich ist Augustinus in der Tat weniger verlogen als Rousseau, das kann man aus der Ferne nicht so genau beurteilen. Aber er hat eine ganz entscheidende Reflexion angestellt, die man zu Recht bis heute zitiert, leider nur die Hälfte davon. Er spricht nämlich sozusagen mit dem eigentlichen Autobiografen, nämlich Gott, ja, der durch seinen Diener Augustinus hindurch sozusagen ein Gebet zu seinen eigenen Ehren verfasst. Also Augustinus schaltet sich sozusagen eigentlich in den Narzissmus Gottes ein und schreibt zu Ehren Gottes seine eigene Autobiografie. Ja? Und dann sagt er aber zu ihm, während Rousseau direkt die Gottesposition reklamiert und sagt, niemand kennt mich besser als mich selbst. Das hätte Augustinus eben nicht gesagt. Mhm. Augustinus sagt an den Gott gewandt, du bist mir innerlicher als ich mir selbst. Ja? Interior intimo meo. Und dann sagt er aber noch etwas Wichtiges hinzu, und du bist auch superior, summo meo, du bist höher als mein Höchstes. Das heißt, mein Größenwahn, ja, ist gemessen an deinem Selbstbezug, ja, nur ein Hauch über einer leeren Ebene. Ja. Und in eine solche Klammer gesetzt, ne, sind diese beiden
Intimitäten, das Intime und das Summum. Ja? Also das größenwahnsinnig Intime und das Toilettenintime und das urogenitale Intime werden dann plötzlich total relativiert und er weiß, er kann die Wahrheit nicht ganz sagen, wenn ihm nicht geholfen wird durch andere. Voorkast van de Joodse cultuur. Van de Joodse cultuur, Joodse denken en cultuur. Het ene nog mooier dan het andere. Hier. Wat is het belangrijkste Joodse cultuurboek? Dat weet ik niet. Daarvoor. Zover zijn we nog niet. Dat weet ik niet. Maar The Beginning of Desire, alleen al de Reflections on Genesis, alleen al de titel. Cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti.